vizier Kenneth Kipkemoy nemen we even onze hoed vooraf voor deze 33-jarige Keniaan. Een debutant gaat nu op de Coolsingel voorbij aan het World Trade Center. Dan weten Rotterdammers waar het is. Dan komt hij voorbij de McDonald's, dan het postkantoor en dan het stadhuis. En daar ligt die streep na 42 kilometer en 195 meter. Kenneth Kipkemoy met achter de maan Amira Kuma natuurlijk. En Kakile Gezahen. Maar het is Kenneth Kipkemoy. Rotterdam laat je horen. Klinkt hier op de Coolsingel. Wat een geweldige man. Wat een gezellige race. Je zal maar debuteren. De klok staat op 2:05:34. Daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Kenneth Kipkemoy uit Kenia. Rotterdam gaat uit zijn dak. 2:05:43. En daarachteraan Amira Kuma. Een seconde of 4 erachteraan. Ook applaus voor hem terecht. En daar komt dan ook nog de man met het nummer 8. Kokila Gezahen. Die binnenkomt de 2:05:55. En daar vlak achter Laban Courier. Een seconde later. Wat een spannende marathon. Wat een geweldige marathon. Wat een grootse marathon. En die man, die winnaar, die Kenneth Kipkemoy, ligt daar lang uit op het Rotterdamse asfalt. Heeft alles gegeven. Wordt door een vrijwilliger omhoog geholpen. En dan zien we dat hij helemaal stuk is. Op zijn Rotterdams gezegd. Helemaal naar de kloten is. Hij heeft keihard geknokt. En dat heeft hij niet alleen gedaan. Dat hebben ze allemaal gedaan. Maar uiteindelijk kan er maar één de winnaar zijn. 2:05:43 is natuurlijk een geweldige tijd. Alle respect voor de winnaar van de 38e NN Marathon Rotterdam. Kenneth Kipkemoy.